Waarom staat u in de rij? Ja, als ik dat thuis heb gezegd, hebben een tekort aan benzine. Dan moet ik om die. Maar, en weet u hoe dat tekort komt? Ik heb geen idee. Nee? Maar u heeft het gehoord op de radio? Of? Nee, een bericht op mijn telefoon. Van Radio Criollo heeft gezegd, die hebben een probleem met diesel en zo en zo en zo en zo. En daarom gaat u voor de zekerheid maar tanken? Ja. Ik wil benzine, ik wil tanken. En waarom gaat u nu tanken? Want waarom iedereen... ga ik nu tanken? Ja. Altijd denk ik toch. Ja, maar nu is iedereen. Ja, omdat het zo klote is hier in deze kutland. En wat is er dan aan de hand? Ja, daar heb ik geen flauw idee, want ik ben pas net gisteren gekomen en kom ik tegen, hé, je moet het nu gaan tanken. Aha. Snap je? Maar weet u waarom u zo, dat iedereen aan het tanken is? Kan je me vertellen, weet u? Ja, ze zeggen dat Isla-werknemers staken omdat de Girobank hun salaris niet wil betalen. Dan moet ze, voor mij mag ze Giro een bom gooien daarin hoor. Ja? Als ze helemaal geld niet geven, ja. Kijk mijn tank. Kijk mijn tank. Hij moet... Het is een machine. Ik ben bakker gekomen. Maar u had sowieso getankt, want iedereen staat in de rij. Ja. Waarom? Ja, want kijk, ze hebben niet gemeld dat ik vandaag geen benzine heb. Mijn kind heeft me op pas gebeld en zegt, maar papi, ik werd brandweer. Papi, alle pompen, vol water. Vol water om weer te pakken. En meneer Sadikon? No. Nee? U weet niet waarom? Nee, ik weet niet waarom. Ik weet wel dat Giro niet meer betaalt. Giro is in de moer gegaan. De Girobank bedoelt u? Ja, die betalen niet, zeggen ze hè? En dus zijn de Isla-werkers aan het staken? Ja, zijn ze mensen die werken met kat van Girobank hebben niet kat, geen kat erop. Ja. Maakt u zich zorgen? Zeg niet. Maakt u zich zorgen om Curaçao? Ja. We hebben zorgen. Ja? Want ja. Eind van de maand moeten we bij Giro moeten ons betalen. U heeft een rekening bij Giro? Ja. 39 heb ik allemaal geld gepakt. Allemaal geld heb ik.